Ja, ik zeg het wel meer. Het is heel moeilijk bijvoorbeeld om een kapitaaltje bij elkaar te krijgen op de bank. Ja, dat is helemaal niet zo eenvoudig. Nee, dan moet je goed je best doen, goed concentreren, noem het allemaal maar op, heel hard werken en dan krijg je wat geld bij elkaar. Maar het is namelijk heel makkelijk, daar is niks voor nodig, om het in één dag bijvoorbeeld kwijt te raken. Nee. Dan doe je gewoon maar wat. Ja, en dat hebben ze bijvoorbeeld bij Ajax gedaan. Ja, die waren helemaal op de top. Was een geweldige topclub in Europa. En binnen 2 jaar tijd helemaal verworden tot een lachertje in de Eredivisie. Ja, en dat kan gewoon doordat ze dingen eerst heel goed deden. En heel, heel hard werkten. En daarna dingen heel slecht deden. Ja, en doe maar wat. En zie je het resultaat. En dan kom ik bij de Caroline. Ja, vrienden, wat zien we daar allemaal gebeuren bij de Caroline? De Caroline is gewoon net Ajax. Dat is het gewoon, ja. Het stort allemaal in no time in elkaar. Weten we het nog? In maart, hoe lang is het geleden? Een half jaar? Zoiets? Iets meer dan een half jaar geleden? Was de grote winnaar van de provinciale statenverkiezingen. Oh jongens, de hele boel stond op zijn kop. De BBB schudde de hele politiek dwars door elkaar. Het was ongelooflijk leuk. Ja, en zie wat er nog van. Ze hadden toen, werd er gepeild voor de Tweede Kamer, 33 zetels. Daar stonden ze op, de BBB, de Caroline. En kijk waar ze nu nog staan. Ik zag laatst een peilingje. Er zijn nog maar 9 zeteltjes van over. En ook alleen maar, ze deden dingen goed in het begin. Toen was er nog een leuke, frisse, vrolijke Caroline. En nu is dat een beetje een narrige, zagrijnige dame die niks meer leuk vindt. En toen kwam de Mona, ook een fout. Ja, daar hadden mensen helemaal geen zin in de Mona. En dan geeft ze nu opeens ook een interview aan de Telegraaf. Waarvan ik denk, hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan dat nou? Waarin ze overkomt als een twijfelende vrouw die niet weet hoe het zit. En een beetje vreemde antwoorden geeft over hier moet je geld weghalen en daar niet. En het is, we hebben ook maar een wensenlijstje. Dat soort rare dingen allemaal. En dan denk ik bij mezelf, is er niemand binnen die BBB die dat interview even gelezen heeft en die heeft gezegd, maar die gaan we even niet doen, Caroline. Nee, je moet eventjes wat veranderingen plaatsen. Nee, plaats het maar eens goed zo. Ja, en dan stort zo'n hele partij, de hele BBB, dat stort in elkaar. Ja, net Ajax, zoals ik al zei. Beste Caroline, pak die BBB, zet het even op de brug. Eventjes de schroeven en de bouten allemaal even weer goed aandraaien. Even zet het even goed in de reset. En probeer nog even terug te komen.